43-26 staat het halfweg tussen Sint-Katelijnen-Waver en de dames uit Waregem. Sponsor indachtig. Er zal beton nodig zijn om die van Katelijnen te stoppen, denk ik. Ik vrees er ook een beetje voor. En ja, je ziet, coach Arvid begint toch met zijn drie grote dames tegelijk op het terrein. Dus ja, dat hebben we daarnet al gezien. Dan is het echt wel overpoweren. Dus ja, we zullen zien wat de meisjes van Waregem er tegenover kunnen zetten. Enthousiasme? Zoals ze in de eerste helft gedaan sowieso hebben. Dat hebben we inderdaad gezien om er toch voor te knokken. Maar deze ballen die komen te makkelijk inside. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, dat weten we echt wel. Maar deze keer niet. Ja, kijk, dan geraak je niet weg natuurlijk. Ja. En de aanval en de rebound is opnieuw voor Becky Masse. De score. Zo gaan we stilaan naar een 20-punten-kloof. En hebben we toch wel een serieus verschilletje op het bord, Sven. Ja, dat was ook wel een beetje te verwachten. Het is vooral te hopen dat Waregem blijft knokken tot het einde om het toch allemaal een beetje binnen de perken te houden. De snelle break. Goeie linker lay-up. Technisch was dat perfect. En ook de goede handjes van Billy Massé gezien. Hè, die absoluut, daar, ja. Maar dat is wel, hoor. Ondanks het feit dat het grote en stevige dames zijn, is het technisch... Oeh, dat weet ik niet. Nee, ik denk dat inderdaad... Snelle reactie van Billy. Nog binnen stond met de bal. In de hand al. Goeie beweging, goeie... Uitblokken was dat daar ook. Van lieve Lucasa. Terug aan de bal nu. Marie Vervaat. En als die gaat, dan gaat ze. En dan gaat ze flink. Ja, dat mag je wel zeggen. Kijk, en dan begint het dansen rond die grote meiden. En dat is de eerste keer dat er iemand echt naar de korf gaat. En meteen ook succes voor Amy de Smet. Ja, dat was goed gedaan. Hij moet dat gewoon durven. Ja, absoluut. Hè. Dat is, je begrijpt dat wel, dat allemaal een beetje... Dat ze zich daarvan een beetje van weerhouden om het te doen. Maar dit is te makkelijk. Die bal die gaat veel te makkelijk inside. En ja, dat lezen... De dames dan toch wel goed, dat inside-outside game. En dan ja, was het liever weer met de driepunter. Hop, ja. Hier gaan we en weer. Lucasa inderdaad, balverlies. Het is kiezen. Oei. Aan welke kant geven we hem? Dit was de verkeerde. Dat was niet zo'n goede beslissing van Becky. En gingen we voor de alley-oop? Dat was een tricky bal. Ja, daar gaat ze weer. Oh. Hier kan je wel fluiten, denk ik. Hier ook, de score. En dan begrijp ik Poppy Voda, die zegt dan hier, ja, dat kan ik wel volgen, hoor. Maar dat is ook zo'n huizenhoog cliché. Dat zijn de zaken, die je dwingt dat af. Ja. Door op een sterke manier naar doel te gaan, in plaats van... Ja, weg te gaan van de basket, dan gaat een scheidsrechter ook niet direct de neiging hebben om daarvoor te fluiten. En, ja. Rebounding bij Waregem, dit keer wel op orde. Dat doen ze vrij behoorlijk, hoor. Die ballen plukken. De Claire die daar naar de korf sneed, maar niet opgemerkt werd. En dan de lange pas, nee. Oeh, de slechte pas. Dat was helemaal niet goed van Becky Massie, een te slordige pas. Inworp voor Waregem, Michelle Leclerc. En geblokt. Deze door Becky Massé.
was ook te getelefoneerd, maar... zoals we zeggen. Goed, dat is mooi gedaan. Goed gedaan, Waregem. Ja. Goede reactie. En je had een punt, Sven, getelefoneerd, maar moet je hem ook niet wat steviger aanvallen, de bal? Ja, sowieso. Dat was te naïef. Je stond te wachten op de bal, hè? Ja, absoluut. Goeie beweging. Dat is full of power. Ja, kijk. Snelle break van Waregem. Dan moet je die rebound volgen. Ja, dat... En dat gebeurt dan helemaal niet. Dat is wel heel snel genomen, dat shot. Waregem blijft wel ook full court druk zetten. Dat is toch wel... Ja, positief dan. Ja, ze blijven spelen. Dat zal ook het best zijn, denk ik, want op het moment dat je daarmee stopt, dan krijg je natuurlijk nog eens... in deze wedstrijd, absoluut, denk ik. Dan krijg je er 20 bij om de oren. Dat heeft ze toch echt wel al veel gemist nu, vind ik. Natuurlijk, Waregem sluit dat wel goed. Dat was wel met drie man op haar lijf. Dat was mooi. Ja, en dit was geen fout, denk ik dan. Nee, dat was perfect. Het was zuiver geblokt. Dit keer Poppy Voda niet. Nee. Ja, dat zie je dan wel. Hè. Dat zie je aan een coach. Een coach gaat waarschijnlijk niet in die betwisting gaan als ze zelf wel weet dat het juist was. Nee. En de ballen... Ik denk dat de vermoeidheid aan het toeslaan is. Ja. Je merkt dat in alles zo. Ik vind dat ook, ja. Een beetje veel afval in het spel aan beide kanten nu. Dat is liever nog eens met een driepunter. Ja. Dat is ondertussen wel... Volgens mij wel een 3-op-3 of al een 4-op-4 voor Lieve. Dus, ja. En ondertussen zitten we bijna op een 30e verschil. Met nog een kleine 15 minuten te gaan, dus Waregem moet toch beginnen uitkijken dat het... Ja, uiteindelijk toch geen 40 en 50 punten verschil worden. Ja. In een finale is dat een beetje van het goede te veel. Ja, dat zou niet leuk zijn. En dat verdienen ze dan ook weer niet, vind ik, nee, want dat is ze waar. Spelen er wel voor. Maar ja, het zal toch tot het einde moeten. Coach Popidova blijft er wel redelijk rustig onder. Ze weet natuurlijk ook wel dat het een heel moeilijk verhaal is om een goede wedstrijd te kunnen spelen. Maar heeft natuurlijk ook weinig zin om zich heel druk te gaan maken in haar eigen spelers. Dus dat doet ze wel goed. En de rangen rond Arvid Tiels, die altijd gesloten blijven daar. Luisteren en oppikken. Dominique van den Bulk terug tussen de lijnen. En dat is ook geen echt kleine juffrouw, hoor. Dominique van den Stok, ja, die heeft hier nog... bij Boom gespeeld. Dat is een meisje dat heel veel blessurelast heeft gehad. Veel last van de knieën, je ziet dat ook nog altijd. Scoren voor Biesbroek. Gilles Biesbroek. Ja, als Waregem nog een paar tegenscores kan maken, dan blijft dat toch allemaal binnen de perken van het redelijke zo. Het was de slechte close-out. En dat is weggegooid. Ja. Ja, dat is een shot waar je nooit controle kan over hebben als je die met twee handen weggooit, denk ik dan. Ja, dat leek mij ook wel raar. Al blijft voor Waregem. Hardwerkende Traoré. Maar... Boba Wetter komt daar goed weg.
8 seconden. Ja, balverlies. Smijten ze die bal daar zomaar weg. Veel druk. Helena Vielfond. Dat is een bijter. En Marie vervaalt weer. De verdediging. Supporters van Waregem die zich ja, die boos zijn natuurlijk, want daar waren wel wat zwabberende armpjes. Ook dat was weggegooid. En dan is er 3 op een rij nu. Ja. Met Katelijne. Dat is goed. Gesneden. We krijgen Tjolijn terug aan de overzijde. Becky Massé en Rim Graoui. Twee op twee. Draait erin. Ondertussen is dat kloofje toch een klein beetje geslonken terug. Een klein beetje, ja. Dit keer wel een goeie. Oeh. Ja, dat mag je natuurlijk niet missen. Ze stond. Een blokshot. Massé. Overzijde. Minister van Erneels. En een driepunter. Marie-Leen Brunswijk. Die kan dat snelle ook balcirculatie. Nicky Hemels, dat is normaal toch ook iemand die, die het best niet te veel laat staan achter die driepuntlijn. Ja. Maar deze keer niet. Boven Wetter terug naar de kant. En het blijft flink opzitten hoor bij Waregem. Ja hoor. Ze blijven echt wel verdedigen. Kijken niet naar dat scorebord, dat is heel verstandig. Blijven spelen alsof het 0-0 is. Het is de baseline drive die ze geregeld doen. Maar zonder echt te dreigen ja, onderweg. Het is allemaal wat. Het is een drive die gewoon lateraal de bal van links naar rechts brengt. En that's it. Oei. Ja. Wandelingetje in het park. Bijna weekend, is wel fris, maar toch. Niet helemaal in orde volgens mij. Nu een balverlies. Dan laat ze zich wat doen. Hai, mooi. Massé mag blijven staan. Ze wil wel naar de bank gaan komen. Maar ze mag blijven staan van coach Diels. Krijgt het gezelschap onder meer van haar zus tussen de lijnen. Die meteen naar de ring gaat en scoort. Billy. Zien we weer die switching defense. En dan is het echt moeilijk als je dan in te veel dribbelacties gaat. Dan creëer je gewoon niks. Dat was goed hooggehouden, die bal. Ja, en dan hebben de Waregem meisjes een probleem natuurlijk, want ja, als je absoluut in de lucht speelt. Dat is te makkelijk. En Billy. Scoren en bonus. Nu
Nu maakt coach Popidova zich daar toch wel een beetje druk in dat ze zich wat dat ze een beetje te soft zijn, dat ze zich wat te veel laten wegzetten daar. Ja, laten zich wegzetten in de rebounds. Hè. Ze staan dan met drie en ze zegt waar zijn wij? En ondertussen is die kloof dan toch weer terug opgelopen boven die 30 punten. Ja. Laatste seconde van het derde quarter. En geblokt. En nog een score. De buzzer beater. Ja, dat was goed gedaan. Om eerlijk te zijn twijfelde ik wel of dat nog binnen de tijd was. Maar blijkbaar wel dan. Dat was de compensatie voor de niet gefloten fout op de driepunter, denk ik. Zo. Dat weet ik niet. Ze moest die wel heel hoog gooien. Dus, Ja. Maar goed. Op die manier waren ze toch weer op 29. En zo blijven ze flirten met die 30-puntengrens bij Katelijne. En zien wat het hier wordt, dat vierde kwart. Of Waregem nog 10 minuten toch een vuist kan maken om het allemaal wat binnen het redelijke te houden. Je hebt behoorlijk wat fans mee. Ik denk dat de bus meer dan vol zat. Ja. Dus... die moet je ook wat bieden natuurlijk, vind ik, als ploeg. Dan moet je toch een beetje... Ja, dat is waar. Maar nog eens, de grote verdienste voor Waregem was dat ze toch die finale gehaald hebben. Iedereen weet dat dat team van Sint-Katelijne-Waver bij de U19 quasi niet te kloppen is hier. Omwille van het overwicht in fysieke presence op het terrein. Dus... Maar zo verschijnen er hier wel meer ploegen natuurlijk. Hè. Oostende staat hier met 4 teams. Klopt. En daar zijn ploegen bij die ook nog geen wedstrijd verloren hebben dit seizoen. Zwaar. We zullen zien wat dat wordt. Ik ben vooral heel benieuwd zondagmorgen. De U14 jongens. Ja. Hasselt tegen Oostende. Ze hebben allebei nog geen enkele wedstrijd verloren. Dus het zal voor één van beiden... Absoluut. De eerste keer moeten zijn. De eerste keer zijn. Een beetje te hopen voor de organisatie van mijn club. De mensen hier, dat er toch wat volk komt. Ja, morgen ga je wel een vol huis krijgen. Zeker als jullie zelf morgenavond tegen Houthalen de damesfinale spelen. Ze hopen daar in ieder geval op. Zo hebben ze het mij toch verteld. Dus ben eens benieuwd. Te kort. Dat is snel vertrokken van Lokuza. Goed, die outletpas gegeven van Hemels daar. Goeie beweging. Billy Massey, die zich daar flink zette onder de borden. En Julie Verfaye die er gaat inkomen bij Waregem. Het is een mama-teacher, hoor. Ja. Popidova, echt waar, hè. Ze staat vlak voor ons en dat is... Ja, ze stopt nooit niet... schreeuwen, nooit nee. roepen nee. op die meisjes. En ze stopt niet met coachen, hè. Dat is wel goed, ondanks het feit dat haar team toch behoorlijk achter staat nu. Ze coacht gewoon voort. Ze heeft gevochten. En de mensen van Waregem worden nu echt boos, hoor. Maar dat was nu niet terecht. Nee. Het was een blokshot. Dat zou wel eens kunnen doen. En dit keer een driepunter. Dat is mooi gedaan. Hop, en daar ga je al voor de volgende lay-up. Brunswijk, ja. Ai. Als je niet terugkeert, dan heb je een probleem. Ja, je moet natuurlijk wel blijven reageren. Want anders gaan we hier nog 8 minuten... te veel makkelijke scores. En het is niet scoren en laten scoren, hoor, want er wordt wel best verdedigd. Ja, zeker wel. Ja. Het zijn goede shots maken. Lokuza alweer, jawel. Ja, zeker. Lieve Lokuza, om in de gaten te houden. Thank you.
Dat is op zich al riskant. Als je de Becky meisjes, als je daarover gaat beginnen spelen met de bal, moet ik zeggen, dan neem je al een risico, denk ik. Ja. Het was wel een beetje te makkelijk, die one-on-one, moet ik zeggen. Want natuurlijk, dat krijg je dan wel, dat je op de duur wat te veel op dat blokshot gaat rekenen misschien. Het was hier toch wel een beetje het geval. 2 coaches blijven wisselen, blijven doorroteren. En zo komt iedereen in beeld. 4 seconden alweer op de shotklok. Ja, kijk, moet je van heel ver gaan. Ja, en te laat. Bobby Voda. Ze maakt zich toch een beetje druk nu. Dit was een moeilijke pas, maar toch nog gevangen. Ja, ze moest wel, want ja? ze stond al tussen 4 man. Goeie beweging, Billy Massé. Hier zie je haar klasse gewoon. De coach wil time-out en niemand ziet het. Daar mag de scheidsrechter gewoon op inpikken, vind ik. Dat is zo een van die dingen die ik zelf ook enorm irritant vind. Als de mensen aan de tafel het niet zien, niet opletten. En de scheidsrechter loopt er gewoon voorbij en ziet dat die time-out wordt gevraagd. Dan zie ik niet goed in waarom dat dan niet toegekend kan worden. Marie Vervaat. Is dat niet haar beste wapende driepunter? Ja, toch wel. Ai. Ja, want ze aarzelde nu. Ja, ze aarzelde nu wel, maar ze kan het zeker wel. Dus misschien hebben ze een beetje de opdracht gekregen om toch iets of wat in de organisatie te gaan af en toe. En nu komt die time-out er wel. 35 punten verschillen tussen op het bord. Ja, het loopt echt wel op nu. Tweede time-out voor Poppy Voda. Er zijn plots te veel lay-ups bij aan de kant van Sint-Katelijne-Waver. Ze lopen ze een beetje van het terrein. En dan gaat die score natuurlijk met een ruk de hoogte in. Ja, maar je merkt dat ze moe worden. Ja, zwaar. Je merkt het gewoon. Ja, en ze beginnen waarschijnlijk toch nog altijd met een sprankeltje hoop om er met veel energie tegenaan te gaan. Maar als je dan nog eens aan de lijve ondervindt dat het natuurlijk niet lukt, dan ja. Het is misschien toch de moed die een klein beetje, in de schoenen zinkt stilaan. Ja, je kijkt natuurlijk onbewust toch wel eens af en toe naar dat scorebord. Ja. ...6:30 nog. En ook bij Katelijne houden ze de druk. Ziet weer in die switching en het is zo moeilijk om dan alleen maar vanuit dribbelacties. Je raakt gewoon niet verder. Nee, en je blijft in datzelfde hoekje. Absoluut, geparkeerd. Er is geen wissel, niks. Nee, er zit geen enkele bal reversal in. Justine De Seyn gaat erin komen bij Waregem. En we krijgen nog een wissel. Ook Marie De Beerst. Duiken naar de bal. Safe.
Ja, Becky in de problemen daar, maar ja, toch nog opgepikt. Moet je de bal nog pakken in Dallas? Ja, tuurlijk. En dan nog de aanvallende rebound pakken en binnenleggen. Bewijs dat je sterk bent. Ja, het wordt stilaan harken hoor. Goeie beweging, goede stop. En dan missen. Marie Vervaat, bedienen en de score. Mooi gedaan. Khadija Traoré. Kijk, en dat is het verschil. Daar stopt het altijd. Bij Waregem. Tenminste, in deze fase van de wedstrijd. Ze laten zich echt wel wegzetten. Nu, dus, het valt, absoluut het valt wel, echt ja. op, ja. Het valt eens af. Ja. Probeerde. Dat lukte voorlopig niet. Ah, het is goed geprobeerd, maar... Is te ver van doel weg. Ja. Het was geen afrollen, het was weglopen. Open shot. Oei. Dat was wel een klein beetje een loopfout. En nog eentje. Ja, de scheidsrechter stond er met zijn neus op en had het niet gezien. Ja. Batterijen zijn leeg. Ja. Niks. Nog een dubbele wissel bij SKW. Dat is goed, hè, want de open kant bedienen. Ja. En helemaal alleen Marie Vervaat. En dan wel die bom binnengemikt. En zo hebben we net een dubbele score. Sven, 88-44. Ja, maar dat zeg ik, dat helpt gewoon niet. Als alles geswitcht wordt, dan... Ja. Die bal altijd aan die ene kant. Altijd dribbel. Dan gebeurt er niks. En weer een balverlies. Oei, precies. Kijk, allemaal. De turbo en een opzettelijke fout nog. Ja. Die wordt gefloten, zo simpel is het. Ja, dat was de laatste man. Maar dat begon weer allemaal met een redelijk soft balverlies, toch? Ja. En dan, slechte paas. Als je dan de fut niet meer hebt om achteruit te lopen. Het vierde kwart kenmerk toch wel enorm door heel veel open lay-ups voor Sint-Katelijnen. 2-2. Marie Vervaat. Is dat een soort van applauswissel al? Die zou niet onverdiend zijn, want een goede wedstrijd gespeeld. Ja, zeker. Zij ook hoor. Hele goede partij, Becky. Massé. Ja, ook indruk gemaakt vandaag. Ja, dat werkt niet. Kijk daar, die lange halen. Maar dan mocht de bal al weggespeeld zijn.
Nu de vierde ploegfout voor Waregem. Bij de volgende krijgen we vrijworpen voor SKW, dat misschien nog wel aan de centuriescore gaat geraken, want daar gaan ze nog voor spelen, heb ik de indruk. ...94-50 verschil. Ja, en zo zie je maar. Hè. Dan krijg je daar een Waregem dat er toch een hele wedstrijd voor gespeeld heeft. Ja. De wet van de sterkste heeft moeten ondergaan. Maar ja. Oef. En dan vergeet Zwart de bal te pakken. Ja. Weer 6 seconden op die shotklok. Oei, mooi. Ja. Zo krijgen we nog eens een score voor Waregem. Het was al even geleden. Amy de Smet. Die lukt de 2 punten. Ja, bijna een balverlies. Ja. Massé. Geen 3-punter. 1:40 hebben ze nog. De meisjes van Narvid Diels om aan de 100 punten te geraken. Of dat nog lukt, dat is de hamvraag nog in de resterende tijd. Nee, mister. Ja, als Waregem natuurlijk zelf voor snelle shots gaat beginnen gaan, dan... Nee, die kan dat natuurlijk. Ja, dat is het niet. En Waregem dat nu de boodschap begrepen heeft en de tijd probeert te doden. Dan moet hij wel nu naar het shot gaan natuurlijk. Dat was dit niet. Nu gaan ze met Lukusa. En Billy Massé naar de kant, applauswissels. Oei. En weer een balverlies, ja, zo ga je het niet halen. Dat is een schoof uit. Becky herstelt het. Oh, de bal slipt weg. Supporters van Waregem worden er ook stilaan een beetje moedeloos van. Ze hebben het gehad, denk ik. Denk het ook, ja. 20 Oei. Seconden nog. Dat is wel een stom balverlies. Balverlies, scoren. Dat is mooi gedaan. Naomi de Smet. Die krijgt er nog een bonusvrijworp bij. En zo gaat het toch geen 50er worden. Vijfde fout, ook nog eens. Nicky Hemels. Ja, die moet echt naar de kant. En die gelukte vrijworp. Voordeel voor Katelijne Waver. En de bom. Die naar de eindscore leidt. 97-49, Sven. Ja. Ja. Bijna die 50 punten 58 zijn er geworden. Je zag de score eigenlijk gestaag verder oplopen. Af en toe, ja, absoluut. Af en toe kwam Waregem wel eens een klein beetje terug. Op een paar puntjes zo wat afgeknabbeld. Maar elke keer als Sint-Katelijne dan op dat gaspedaal ging staan, dan waren de waardeverhoudingen toch echt wel heel duidelijk. Ja, het verschil was iets te groot, denk ik. Ja, dat is... Het verschil was te groot. Zoals we zeiden in het begin, een beetje David en Goliath, Waregem. Gewoon de wet van de sterkste moet ondergaan. En
Ze hebben ervoor gevochten. Hadden misschien graag gezien dat ze toch nog iets langer hadden kunnen volhouden om er voor elke bal te knokken. Al was het maar voor de wedstrijd op zich dan. En bedankt, Dirk. Jij bent bedankt, Sven. Tot morgen, zou ik zeggen. En, want hij moet nog gaan werken. We gaan dat dadelijk nog zien. Hij moet mij de trofeeën gaan overhandigen. Als technisch directeur topsport van de Basket Vlaanderen heb je natuurlijk een job te doen. Samen met onder meer secretaris-generaal Koen Humans. De verliezende meisjes die mogen zich stilaan gaan aanmelden, denk ik. En eerst uiteraard trofee voor de en Serge Coivalini, dus, de man met de baard. De zilveren beker is voor Waregem. De meisjes mogen passeren bij Sven van Kamp. Die moet hier alles doen vandaag. En dan Serge Coivalini en Koen Humans. Twee geblesseerde meisjes. Een kniestuk. En ook voor Tanja Popivoda is er uiteraard een beker. Een obligate foto. En intussen maken de meiden van Sint-Katelijnen-Waver zich klaar. Familieaangelegenheid op kop, de zusjes Massé. Bien Becky. En dan passeert de rest uiteraard aan de officiële tafel. En als sluitstuk het coachesduo Diels, Wolk. En zo zijn we aan het einde van de eerste avond gekomen met de verdiende winst voor Katelijnen-Waver. Morgen zijn we er terug vanaf 10 uur 's morgens op de website van zowel de VBL als van hln.be. Daar kan u alles zien en volgen. Vanaf 10 uur tot morgenavond alle wedstrijden. Ook zondag trouwens vanaf 10 uur wordt alles live gecoverd hier. Bedankt aan DB Video, die partner zijn in dit verhaal. Beker van Vlaanderen 2018. Groot feest bij de meisjes van SKW. Winnaar Beker van Vlaanderen. Tot morgen, tot kijk en bedankt voor het kijken wie vandaag al op de afspraak was. Tot dan, bye bye.